En Vastenavondvriend, welkom hier weer op onze zoveelste zitting Vastenavond samen. We zijn weer met grote getalen hier en de hoop van 11 zijn hier weer te pronken van jongens, voor hebben het weer voor elkaar. Maar voordat we dadelijk iedereen gewoon welkom heten, wil ik toch traditiegetrouw beginnen met het Limburg Volkslied. En dan wil ik Patrick vragen of we het Limburg Volkslied even wil opzeggen. Samen. Ik wil iedereen welkom heten, met name een aantal bijzondere personen en groepen. Met name onze wethouder Leon Geijlen, maar tevens ook onze oud-prins van de huwelijkenwijs. Dan de diverse verenigingen. Laten we beginnen met de showfotten die gisteren een prachtige avond hebben gehad. Met de nieuwe prins, Ben Deese. Hartelijk welkom. Dan ook de kroonkeleider met hun prins Milan de Eerste, van harte welkom. Dan hebben we ook nog een kleine vereniging, de Heikeneutels, die ook iedere keer hier zijn. En dan wil ik die ook welkom heten met prins Willy, de derde geluidige als het is. Of tweede. Nou, en last but not least, dat is onze stadscarnavalsvereniging, de Vlarissen, waar we voor afgelopen woensdag weer zijn geweest met de prinsuitruiking. En dan moet ik zeggen, Bas de Eerste is door de prins van geworden. Hartstikke welkom iedereen. Ik zal er nog wel een aantal vergeten zijn, de oud-huurden, de oud-prinsen moet ik zeggen, de jeugdprinsen. Maar goed, daar komen we straks nog op terug. Maar we kennen het niet zo gerucht. Ik wil ik ook alvast welkom heten voor de zoveelste keer dat je weer met zo'n grote getale hier zit gekomen om ons deze zitting op te loesteren. En ik kreeg daar niet alleen klaar, ik heb daar mijn mensen nodig die hier achter staan, die dit weer voor elkaar gebracht hebben. En dan wil ik dat toch even voorstellen aan de lui. En dan wil ik die even verslaan, wil ik hier dansgeren. Maurice Verrek. Maar goed, de onze naaste van het hele gebeuren.
en uw kop. Dan gaan we naar onze vicevoorzitter, Frans Hamers. Namens de schattenwaarder, Theo Strasser. Onderschrijver, Seer Schippers. Dan onze voorzitter, Lars Reinders. Dan de ceremoniemeester die vandaag weer moet rennen, Geen Willems. En natuurlijk, moest ik zelf niet vergeten, Peter Ikerhoot. Ja, en natuurlijk vergeten doen om deze twee kanjers wat veren hebben gehad. En met deze man gaan we dadelijk nog even doen. Daar gaan we dadelijk afscheid van nemen. Onze cabineetje, onze prins, ik wou zeggen stadsprins, maar stadsprins van Oud-Gelijndal. Onze Kevin, daar gaan we straks een afscheid nemen. Maar hij heeft nog een paar uurtjes gezongen en hij zal er nog van genieten. Kevin, je hebt nog altijd een liefspreuk en ik wil je vragen om dat toch nog te horen te brengen. Met vaste lorgen kan ik tegengaan. Mijn spreuk zit omgedraaid in mijn naam. Vergon ons die dag amuseren met z'n allen. Nu is vaste lorgen. Genade! Goed zo. Kunnen we veren de chance doen. Nou, en dan over deze kleine jeugd en Tristan. En die heeft natuurlijk ook de fijne liefspreuk. Tristan, hier de microfoon. Normaal zwijg ik met mijn Chaco in het rond, maar deze zaak maak ik met mijn septenbond. Want vasteland is niet met de paplepel ingegeven. En ik ga de komende dag heel intens gaan beleven. Dit jaar kan ik vooral met mijn patje en mijn veren. Samen met u en geef het alleen super vasteland veren. Allah! Dank u wel. Ja, en dan heb ik binnen de ganse hoort voorgesteld. Behalve hier twee. Rechts voor mij, links voor u, dat ze de twee duurlingen die voor dit jaar de bier hebben gekregen en gezeten, die hebben nog altijd de kleine padjo. En veel willen ze nu ook gaan decoreren met de grote pad. En dan wil ik de voorzitter vragen om naar voren te komen. De ceremoniemeester moet het padje even zoeken. En dan wil ik Glenn Aspels naar voren vragen om even van pas te wisselen. En natuurlijk hebben we daar de tweede, dat is Tom van Kamp, een oud prins geweest. En dan vond je het zo schoon binnen de Raad van Elf en binnen Uden. Je hebt op de knieën gesmeekt om binnen te komen. We hebben daar vaak moeten over discussiëren en debatteren van willen we dat wel. Maar uiteindelijk hebben we het toch gewonnen met de nodige consumpties wat ons gegeven heeft. Dus mogen we binnen. Tom, doe ook naar voren. En ik ga van dit ook de grote padje opzetten. U lijkt goed! Hier staat de voltallige Raad van Elf en veel gewoon hoe achter de tonnen. En we gaan ons klaarmaken voor het programma. Dan wil ik Harry of Patrick even vragen om even kleine ziekte te draaien. Dank u wel.